Het is altijd Jan en Mieke of Sophie en Nick, waarom nooit eens Pieter en Vic? J'ai 24 ans et j'habite à Liège. Ik spreek Frans, maar ook een beetje Nederlands. Doordat mijn ouders mijn coming-out niet konden accepteren, was ik voor hen niet langer een zoon en werd ik uit het gezin verbannen. Want geweld eindigt waar liefde begint. Het is 5 jaar Mr. Gay, we hebben alles uit de kast gehaald om er een mooie show van te maken. En ik ben heel trots op mijn team. Hè. We maken ja, deze show elk jaar iets groter en hopelijk iets professioneler. Hoewel dat dit ja, een VZW is, hè. Een vereniging, allemaal vrijwilligers die met juist hart dit project naar voren brengen. En ik ben zeer tevreden, echt waar. Ik moet zeggen dat ik heel tevreden ben. We hebben een 4 maanden campagne gedaan. We hebben hard gewerkt. En ik vind dit bekroning op wat de 12 jongens hebben gedaan. Dus wat ook de uitslag mogen zijn, hoe het ook vanavond zal lopen, of dat er nu iemand een dansje mist of niet, het maakt me niet uit. Het is één groot feest, een feest van diversiteit. En daar kan je als organisator alleen maar blij om zijn. Het is een beetje moeilijk om ze een beetje uit elkaar te houden altijd. Maar ik heb niet zijn. Ze lijken ook allemaal een beetje op elkaar. Ze zijn allemaal jong ingedreven. In de verte toch, ja? Gay wil zeggen plezant. En het zijn ook allemaal plezante jongens. Ik kom van backstage en kan u verzekeren, ik heb mijn handen ook moeten thuis af. Oké, okay. Ze kijken allemaal naar mij. Heb ik iets aan van u misschien? Ja. Maar ik heb zo een vijftal gasten waarvan ik denk, oké. Okay. Ook in gedachte, je moet wel ambassadeur worden. Dus je moet eigenlijk wel binnenkort aan iedereen de boodschap kunnen overbrengen, hè, die dat we gezien hebben. Nee, ik vind het wel bijzonder dat zoiets gedaan wordt, sowieso. Het is heel belangrijk dat het gebeurt. Ik vind het onwaarschijnlijk. Voor mij is alles is liefde. Mijn moeder zaliger zei, zij is in november gestorven en ze zei, alles is liefde. En ze heeft volkomen gelijk. Wat doet dat met jou als je dat zo ziet in andere landen, dat het zo schrijnende verhalen zijn dat er nog homo's worden in elkaar geslagen? Ja, ik vind het onvoorstelbaar dat er in andere landen vreselijke dingen gebeuren. En het lijkt heel ver weg, maar het is best wel heel erg dichtbij. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we hier leven. En natuurlijk, hier is het ook niet altijd even makkelijk misschien. Maar ik denk vergeleken bij die toestanden dat het wel beter is. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Voor mij is iedereen hetzelfde. Ik vind het een heel super finale. En het gaat heel vlot vooruit, er zitten heel stevige nummers in en ja, dan heb ik zo goesting. Ik heb een paar keer mee zitten te dansen en de kandidaten vind ik ook heel enthousiast. Ik vind dat iedereen mooi kan babbelen en niemand is precies zenuwachtig, dus dat is echt wel mooi om te zien. Maar ik heb hier ook 12 jongens gezien die echt ook uit verhalen vertelden, uit het leven gegrepen en ook een stuk engagement toonden om mee te helpen, ervoor zorgen dat alle vooroordelen doorbroken worden en dat als je homo bent, dat dat eigenlijk iets heel normaals is en dat het goed is om daar voluit voor te gaan in het leven. En ik vind dat de winnaar daar absoluut een jaar lang een perfecte ambassadeur zal zijn. Jamie, je bent Mr. Gay Belgium 2017. Hoe voelt dat? Zot? Ongelooflijk gewoon. Nee, het zal heel lang duren tegen dat binnendringt, denk ik. Maar, ik zag het aan je gezicht, je was helemaal blow away. Ja, ik had gewoon ook 11 ijzersterke medefinalisten. Dat je zo, met allemaal elk zijn ijzersterk verhaal, elk zijn thema. En als je dan hoort dat je, gewoon onbeschrijfelijk. Ik had echt niet verwacht, nee. Mijn thema was acceptatie van LGBT'ers op de werkvloer. En als je weet dat 2-3% van de Belgen letterlijk fysiek wordt aangevallen op hun werk, puur vanwege aardheid, dan weet je van, oké, er is nog werk genoeg aan de winkel.
En er staan heel wat dingen op het programma. Wat dat is, dat gaan we nog even laten tot de toekomst. Maar ik beloof, ik draag mijn lint met eer en geweten. En we gaan het voor volle 300% smeten.